allemaal en welkom bij het KIS Haircare webinar najaar 2024. Nou, wat kunnen jullie allemaal verwachten van dit webinar? Ik ga knippen volgens de laatste trends, ik ga kleuren volgens de laatste trends, ik ga het haar stylen en nou ja, ik ga zeer zeker ook met jullie praten nog over producten. Want als we daadwerkelijk gaan kijken naar de trends, dan kan ik jullie wel vertellen dat bij mijn laatste webinar hadden we het voornamelijk over krullen, krullen, krullen. En dat is nog steeds niet weg. Ik ga steeds meer in de salon, ga ik permanente en dat verdwijnt niet. Maar met de komst van al die krullen is er ook een hele mooie nieuwe lijn gekomen van KIS Haircare. En dat is namelijk een hele mooie lijn speciaal gericht voor de klant met krullen. Of het nou natuurgekruld haar is of het is gepermanent haar. Ik zal ze er gelijk bij halen. Dit zijn de vijftal verkoopproducten die we hebben voor bij je in de salon. Ik zal ze dadelijk helemaal uit gaan leggen. Maar zoals jullie kunnen zien, een hele mooie frisse lijn die goed bij je in de salon past voor de verkoop. Dan hebben we ook een viertal backbar-producten. Die hebben we dus in een liter formaat. En nou ja, dat sluit dan weer heel mooi aan op je verkoopproducten. En dit is dan de doos, de introductiedoos. Die je dus thuisgestuurd krijgt mocht je zo'n pakket gaan bestellen. Maar nu komt het. Iedereen die meekijkt heeft al wel, denk ik, de vooraankondiging gezien dat we een winactie hebben. En die winactie is alleen maar ten tijde dat je live meekijkt. Dus degene die nu op dit moment meekijken, die maken dus kans. Nou, we hebben een drietal fantastische prijzen. En ik begin gelijk bij de eerste. Dit zijn de KIS Curl-producten. Dit zijn de verkoopproducten. En van elk product zitten er vier in je introductiedeal. 10 borstels zitten erin. Hier zie je de 4, maar er zitten er 10 in. Plus nog de 4 liter verpakkingen. Die kan jij dus winnen. En wat moet je daar nou voor doen? Aan het einde van dit webinar krijg je een lijst met vragen. Die vul je dan in. En dan 4 september, als ik het goed heb. Ja, 4 september gaan wij dus 3 winnaars gaan we trekken. Want we hebben namelijk 3 prijzen te verloten. Ik voel me net Oprah Winfrey. En dan krijg je dus persoonlijk bericht of je gewonnen hebt. Dus het introductiedeal ter waarde van €363,50 kan jij dus winnen. Dus heel goed opletten met dit webinar. Want ik ga aan het einde de vragen stellen. Of althans in het formulier met hetgene wat ik in het webinar heb behandeld. Maar dat is niet de enigste prijs. Want ik heb namelijk nog een andere hele mooie prijs. Namelijk de haircrane-schaar. Die kan je dus ook winnen. Ook een hele mooie prijs. En dit is ook altijd de scharen waar ik zelf mee werk. Plus kan je nog een training helemaal verzorgd krijgen door de Hair Academy. Dus drietal hele mooie prijzen. Dus alleen maar voor degenen die nu live kijken, die kunnen de prijzen winnen. Nou, genoeg over de winactie, want dan gaan we door. Dus iedereen moet nu goed opletten. Nu vragen jullie eigenlijk natuurlijk af van oké, wat is het product, wat doet het, waarvoor kan ik het gebruiken? Nou, in de volgende video leg ik precies uit wat alle producten doen. In deze 5 producten zitten namelijk de volgende 3 ingrediënten die het haar super verzorgen wat het krullend haar nodig heeft. Het eerste ingrediënt is aloe vera gel. Het tweede ingrediënt rambutan seed. En het derde prickly pear oil. De producten zijn vegan, parabenenvrij, sulfaatvrij, mineralenolievrij en paraffinevrij. Behalve de leave-in mask. Die is vegan en parabenenvrij. We hebben 4 backbar producten en we hebben 5 producten voor de verkoop naar je klant. De eerste is de Hydrating Shampoo. Deze die reinigt het haar mild, maar hydrateert de hoofdhuid optimaal. Wat zo belangrijk is dat hij die krul goed verzorgt en dat hij mooi die krulbundeling behoudt. En het mooie is, hij geeft ook nog een kleurbescherming tegen de zon. De Hydrating Conditioner die ontwart moeiteloos je haar. Je kan het dus heel makkelijk doorkammen. Het haar wordt zijdezacht, maar de krullen behouden de veerkracht.
Wanneer het haar echt veel voeding nodig heeft en echt dorstig is, zoals we dat zeggen, dan kies je voor de Leave-In Mask. De Leave-In Mask is echt een optimale, diepe verzorging voor krullen die je in het haar kan laten zitten. Maar wil je hem echt gebruiken als een hydraterend masker, dan meerdere hoeveelheden aanbrengen en na 3-4 minuten uitspoelen. Wanneer je de krul wel wat hydratatie mee wilt geven, maar het haar is niet zo dorstig, dan kies je voor de Leave-In Conditioner. Dit is echt een lichtgewicht hydraterend Leave-In product die echt mooi die definitie van de krul behoudt en die je ook gewoon lekker in het haar kan laten zitten. Dan hebben we nog onze Defrizz Cream. Die hebben we dus niet in de literverpakking, maar die hebben we dus wel in de tube. De Defrizz Cream is echt een heel zacht, lichtgewicht stylingsproduct die voorkomt dat het haar gaat pluizen en dat het een beetje frizzy wordt. Hij geeft heel veel glans en een mooie, flexibele krulbeweging tekent hij in het haar. De krulborstel is speciaal ontwikkeld voor onze curl line van Kiss. Wat doet hij nou precies? Ten eerste kan je het haar makkelijk ontwarren, waardoor het pluisvrij wordt. Maar door de flexibele tandjes van de borstel kan je dus heel mooi door het haar kammen en ervoor kiezen om een wat fijnere krultekening erin te krijgen of een wat grovere krultekening. Want je wilt ten alle tijde wel die bundel bij elkaar houden en daar zorgt deze borstel perfect voor. Samen met mijn collega Anne-Sophie heb ik dus wat filmpjes opgenomen van de producten die we gebruiken. Kijk, ik weet, het liefste zou je ze zelf willen voelen, ruiken, ermee werken. Nou ja, dat gaat dus niet tijdens die webinar. Maar ik kan je wel vertellen, zodra dat je met de hydrating shampoo gaat werken, dan voel je hoe rijk, hoe vol, hoe intens dat die is. Dat hij het haar niet verzwaart, dat hij mooi die krultekening in het haar laat en dat hij het haar mild reinigt, maar daarentegen de hoofdhuid intens verzorgt. Dan vervolgens pakken we de Hydrating Conditioner. Die zorgt ervoor dat het haar goed gevoed wordt, dat je die souplesse erin krijgt, dat hij goed doorkambaar is. En laat hem ook even inwerken en knijpt hem dan op deze manier in. Wanneer die dan is uitgespoeld, dan gaan we door naar de styling en in dat filmpje wil ik jullie zo dadelijk ook meenemen. Want daar kunnen we ook heel veel kanten kunnen we daarmee uit. Kijk, want als we dan gaan kijken naar onze Twirl Tonics, dan gaan we ook huidige producten die we al hebben in onze kisslijn, gaan we dus mengen met onze Kiss Curls. En de meest mooie combinaties kan je daarmee maken, maar je zal altijd en alle moeten kijken met wat voor type krul heb ik te maken? Is het haar dorstig of is het niet dorstig? Weten jullie wat ik daarmee bedoel? Je hebt wel eens van dat haar, dat is blond, dat is poreus. Dat was ook bij ons model op het filmpje. En dat haar is gewoon dorstig. Dat slurpt gewoon product op. Maar je hebt ook wel eens te maken met een wat meer gesloten haar met een krul erin. En dan zal je toch echt met net wat andere producten moeten gaan werken. Nou, wanneer je de Defrizz Cream gaat mengen met de Twister, dan krijg je dus dat juist die Defrizz Cream die zorgt ervoor dat het anti-pluis is, dat de bundel mooi bij elkaar blijft. Maar de Twister die geeft er nog extra wat meer bounce mee, waardoor je dus die mooie krultekening erin krijgt. Als je nu denkt van ik heb aan de aanzet, dan valt mijn krul wat weg, hij is wat zwakker. Ik heb aan de aanzet echt wat meer volume nodig. Dan pak je dus de Defrizz Cream met de Kera Mousse. Hoe dat je dan te werk gaat, kijk, die twee zou je bijvoorbeeld kunnen mengen. Maar je kan ze ook los van elkaar bij de klant op het haar aanbrengen. Dat je bijvoorbeeld eerst de Kera Mousse aanbrengt en vervolgens de Defrizz Cream. Wanneer het haar wat doffer is, dan kan je er ook voor kiezen. Of als het wat zwaardere krul is bijvoorbeeld, dan kan je ervoor kiezen de Defrizz Cream samen met de Glam Shine. Die geeft dan net wat meer glans eraan en dan krijg je ook wel die mooie krultekening, maar hij zal hem niet extra laten bouncen. Dus dat is dan weer voor een ander krultype haar. Zo hebben we gewoon allerlei verschillende cocktails hebben we voor jullie gemaakt. Kijk, want als het haar echt dorstig is, en dat zien jullie ook straks bij ons model nog een keer op het filmpje,
dan gebruiken wij ook de leave-in conditioner. Dat je echt die verzorging in het haar aanwezig laat. En daar overheen gaat dan de diffuse cream. En dan kan je natuurlijk altijd nog met je andere producten daarna aan de slag. Hè? Dat je daarna bijvoorbeeld nog de keramousse doet. Of misschien nog net eventjes wat twisten doorheen. Ja, die keuze moet je zelf even aanvoelen. Nou, als het haar echt wel, hè, dat je denkt van ik heb wat zwaarder haar, het heeft echt wel wat meer verzorging nodig, maar dat je bang bent dat de krul helemaal wegvalt, dan kan je er ook voor kiezen de leave-in mask. Hè, die is net wat zwaarder in zijn verzorging. Kan je hem dan ook mengen of een combinatie met de keramousse maken. Allemaal mogelijk. Heb je juist een krultekening dat je denkt van nou, hè, sommigen vinden het leuk dat het net even wat... Ja, pluiziger is een groot woord, maar een iets lossere krul, zeg maar, een iets lossere krultekening. Wanneer je dan de leave-in conditioner gebruikt en je zorgt ervoor dat je het haar elke keer een klein beetje nat spreekt, dan zorg je weer voor dat die werking van die leave-in conditioner omhoog komt. Dus op die manier moet je ten alle tijde je krulklant aan de hand nemen in de verzorging voor thuis. Ik denk dat jullie daar allemaal mee eens zijn. Want wat je niet wilt, is dat jij je best hebt gedaan met krulkniptechniek of je best hebt gedaan met permanente. En dat ze vervolgens naar het kruidvat gaan en een of ander prutproductje kopen. En dan of met krullen lopen of nog met een hele bos met fluis. Dus ten alle tijde die krulklant, die zal je aan de hand moeten nemen. En hoe mooi is dat nu met onze nieuwe productlijn? Want voor elke krul, net wat ik zei, hebben we dus iets wat wils. Nou, dan gaan we nu samen kijken naar wat filmpjes met hoe dat we dan precies daadwerkelijk het haar in model gaan brengen. We hebben dus gekozen bij het model met het blonde haar voor de leave-in mask. Waarom? Dit haar is echt heel, heel dorstig. Dus dan weet je gewoon dat die producten slurpen erin op en ik heb het dan ook echt nodig. Breng alle producten aan op echt goed vochtig haar. Daar vraagt nat of krulhaar echt om. Nou, we gebruiken nu de keramousse aan de aanzet, want we willen de aanzet iets meer body geven. Dus je ziet Anne-Sophie ook echt de hoofdhuid insmeren. Vervolgens pakken we de diffuse cream, hè, om dat pluizigen van het haar tegen te gaan. Maar die mengen we dan juist met de twister, om dan toch nog even die extra bounce eraan mee te geven. Kan je mengen in je handen en dan vervolgens, wat Anne-Sophie hier ook doet, is aanbrengen in het haar. Nou, dan heb je natuurlijk nog verschillende manieren om het haar in model te brengen. Maar kijk, dit is dus juist die borstel, die zorgt ervoor dat die bundel bij elkaar blijft. Daarmee geven we wat body aan de aanzet. En dan zie je dus Anne-Sophie de bundels opzoeken en twisten. Dat je hem in de twist draait en je kan de ene links doen en de andere rechts. En dan zie je dus nu die lichte tekening in het haar komen. Maar zo dadelijk gaat Anne-Sophie hem nog extra scrunchen. En dan zie je die krul helemaal omhoog komen. En ja, dat is dus echt iets wat je je klant moet leren. En dan denk je misschien wel, kijk, hier zie je even dat scrunchen. En dan vervolgens met de diffuser langzaam laten drogen, ook goed aan de hoofdhuid. Maar je ziet heel de krultekening zie je nu omhoog komen. En ik kan best wel begrijpen dat je denkt, oh, ik heb best wel veel producten nodig. Kijk, want je ziet Anne-Sophie nou nog een beetje glamsha met die diffuse cream uiteindelijk in het haar aanbrengen. Hè, om de laatste hand eraan te leggen. Maar deze klant hoeft maar in principe één keer per week haar haar te wassen. Dat hoef je niet elke dag te doen. Want wanneer je dit als basis hebt, nat sprayen en je kan weer. Nou, dan gaan we gelijk door naar ons volgend model. En dan zien jullie al een totaal ander haar zie je verschijnen. Dit haar is minder dorstig. Dit is ook gezonder. Het is met een natuurkleur, is het met een spoeling gekleurd. Dus we hebben gekozen voor de diffuse cream. En dan vervolgens zie je Anne-Sophie ook weer met diezelfde borstel een andere krultekening erin maken. Dan gebruik je juist de achterkant van je borstel om een wat groffere krultekening in het haar te maken. Altijd de tijd nemen om het haar goed te drogen. Dat je echt gewoon met de diffuser langzaam zijn werk laat doen. En dan als laatste, nou, Anne-Sophie kiest ook hier weer voor de Glam Shine samen met de diffuse cream om de laatste hand eraan te leggen.
Dus in principe zijn er zoveel combinaties mogelijk met het nieuwe pakket wat we dus hebben gekregen bij KIS. Zolang je ze maar mooi combineert met de huidige producten die je hebt. En dan zie je ook hier gewoon een mooie krultekening. Hij is iets zwaarder, ietsje lichter als de blonde dame die we hadden. Dus op die manier kunnen we daar lekker mee spelen. Nou, dan pak ik deze foto er nog even bij. Want we hebben zoveel verschillende klanten. Maar met die 5 producten kunnen we dus elke klant kunnen we helpen. En of het nou gaat om een kroeskrul. Dan heb je juist die wat zwaarder misschien product nodig. Die Leave-In Mask. Aangezien je die Leave-In Mask ook kan uitspoelen. Maar hebben we te maken met kroeskrullen? Hebben we te maken met wat ouder haar? Dat hebt ook altijd wel wat meer verzorging nodig als er wat grijs onder zit. Of hebben we juist te maken met het hele fijne blonde haar? Ook daarmee kunnen we dus alles voorzien. Dus die krullentrend, die blijft echt nog. En nou ja, later op het webinar kom ik daar nog eventjes op terug. Oké, nog even een reminder. Goed op blijven letten. Alleen live bij deze uitzending, nu vanavond, kan je dus die 3 mooie hoofdprijzen kan je winnen. Oké, als we dan gaan kijken op knipgebied. Wat zien we nu? We zien dus de Birking Bangs en de Invisible Layers. Nou, het is dus een hele mooie gelaagde ponypartij. Dan zie je wel wat gelaagdheid aan de voorzijde erin zitten. Maar de achterzijde is juist weer wat voller van het haar. Nu is het zo dat niet elke klant een ponypartij wil. Dus het is niet zo dat je met deze kniptechniek per se die ponypartij erin moet knippen. Maar die ponypartij kan soms net wel even wat extra kracht geven aan je klant. En adviseer dat dan ook. Als jij denkt dat de juiste gezichtsvorm, praat er dan eens met je klant over. Laat plaatjes zien. En nou ja, wie weet wil ze dan wel eens een keer naar die ponypartij, wil ze heen. Nog iets, want ik had het er net allemaal al over krullen. Zou je die ponypartij wegdenken en dan alleen de bovenste en de achterste lagen mee knippen in krulhaar knippen? Is het ook een fantastische kniplijn, dus hou dat in gedachten. Maar waar komt nou die inspiratie vandaan? Dat vraag je dan wel eens af. Nou, de Jane Birkin, hier zie je het al, dat was een actrice in de jaren 60 en zij was toen al heel typerend met haar ponypartij. En die onzichtbare lagen. Als je deze foto nou in het nu zou plaatsen, ja, dan is het toch helemaal hip en happening. Een supermooie vrouw. Maar dit is dus een foto uit de jaren 60. Nou, in de volgende film laat ik dus precies zien hoe dat je deze kan knippen. Stap voor stap. En zou je hem willen gebruiken voor krulhaar? Denk dan de ponypartij weg en neem de lagen er gewoon in mee. Ik begin met het afdelen van de ponypartij. Deze zal ik net iets breder doen dan dat je normaal van me gewend bent, omdat ik zo dadelijk nog een nieuw stukje ga afdelen in de ponypartij. Ik maak dus een diagonale afdeling, ook aan de andere zijde, en deze is dan net iets verder dan de buitenkant van de wenkbrauw. Nou, wanneer ik dan deze heb afgedeeld, dan zet ik hem vast en dan ga ik vervolgens naar het hoogste punt van het hoofd. Wanneer ik namelijk een coupe knip en ik kijk naar een plaatje, dan kan ik altijd heel goed het in een paar afdelingen voor mezelf selecteren, dat ik precies weet, dat is de voorkant, zo moet ik hem knippen, dat is de bovenkant en dat is de achterkant. Nou, ik zoek nu het hoogste punt van het hoofd op en dan gaat er een rechte scheiding naar beneden en dan zet ik ook deze vast met een klem. Aan de andere kant zal ik de connectie maken met deze afdeling. Dit is dan makkelijk op te zoeken. Kijk, dan zie je aan de andere kant je scheiding zitten. En dan ook een rechte lijn naar beneden. Nou ja, je ziet wel, lukt mij ook niet altijd in één keer. Maar een rechte lijn naar beneden, naar voren kammen en dan ook vastzetten. Dan weet ik voor mezelf, oké, in deze coupe ga ik een ponypartij knippen. Ik ga het voorste gedeelte ga ik in een bepaalde techniek knippen en het achterste gedeelte. Ik wil onderin best veel haar overhouden. Dus de afdeling die ik nu maak is echt wel een paar centimeter boven het achterhoofdsbeentje. Nou, wanneer ik die vervolgens heb gemaakt, zet ik die ook vast. En vanuit daar kan ik heel systematisch gaan knippen.
Probeer dit ook jezelf aan te wennen in de salon. Dan zal je zien wanneer je dan even tijd neemt om de afdelingen erin te maken, dat je veel makkelijker en sneller en overzichtelijker je coupen kan inknippen. Want als ik dan echt kijk naar het plaatje, dan zie ik dus een ponypartij die ik hier heb afgedeeld. Vervolgens wil ik gelaagdheid aan de voorkant erin aanbrengen en ik wil iets met de kruinpartij doen. De onderkant wil ik zo vol mogelijk overhouden. Nou, vanuit hier ga ik dus beginnen met de ponypartij te knippen. Maar ik gaf jullie net al aan, ik ga hier een nieuwe afdeling in maken. Want ik wil namelijk dat de twee buitenste zijden van de ponypartij een omlijsting met het gezicht maken. Dus dan maak ik een nieuwe diagonale afdeling, maar dan net eventjes wat kleiner. Het is zo dadelijk goed in beeld te zien. Hier zien jullie het. En dan die twee buitenste gedeeltes, die klem ik ook even weg, dat ik eerst kan focussen op het middengedeelte van mijn ponypartij. Kijk, hier kunnen jullie het goed zien. Een kleine driehoek in je ponypartij, dus weer afdelen, de twee buitenste zijden vastzetten. Ik wil de ponypartij met een gradatie gaan knippen. Het makkelijkste vind ik dan ook dat ik erachter sta. Ik gradeer het haar naar 30 graden en met een inkniptechniek haal ik de eerste lengte eraf. Vervolgens pak ik de gehele ponypartij op naar 110 graden en knip hem vervolgens weer in. Hierdoor krijg ik dus een mooi gelaagd effect dat je niet zo'n hele zware ponypartij krijgt. Maar let op, ik zal ten alle tijde de ponypartij droog naknippen en inknippen en dat zien jullie ook aan het einde van deze film. Vervolgens wil ik de twee zijkanten gaan knippen en ik wil dus dat er optisch een aansluiting komt met de kleine driehoek die ik al geknipt heb. Ik ga ze namelijk allebei naar boven projecteren en dan gaan die twee passés naar het midden van mijn ponypartij, dus ik werk dan met een vaste gidslijn. Vanuit daar ga ik dan het bovenste punt van mijn ponypartij opzoeken. Dat zie je dus hier. Dan heb ik dus optisch een gids. Dan ga ik hem diagonaal voorwaarts knippen, zodat ik extra lengte aan de voorkant overhoud. Dus met een botte techniek laat ik hem naar voren vallen. Dat zie je nu ook. Ik knip hem ook af. En dan denk je misschien wel van, oh, die twee zijpartijen zijn nog wat te zwaar. Maar die kan je dus later met het mes kan je dus nog even bijwerken. Dat zie je mij hier ook doen. Dan maak ik ze net even wat vloeiender. Optisch sluiten ze dus aan. En wat het dus het leuke is van deze ponypartij, als je dus dit haar opsteekt, dan krijg je dus dat die twee buitenste zijkanten heel mooi het haar of heel mooi het gezicht omlijsten. Wanneer ik de bovenste laag vastpak, laat ik hem naar beneden vallen en bepaal ik dus samen met de klant de lengte. Vanuit daar ga ik hem helemaal overprojecteren om die onzichtbare gelaagdheid erin te creëren. Want op deze manier vloeien de laagjes heel mooi soft in elkaar over. Ik werk dus met een vaste gidslijn, dus elke laag daarna wordt steeds langer en langer. Ik doe dit ook met een inkniptechniek, zodat de lagen nog mooier in elkaar overvloeien. Dus elke keer pak je een passé, projecteert hem helemaal naar de overkant, sluit hem aan op de lijn die je al geknipt hebt. En je zal zien, bij deze laatste laag gaat er niets meer af of zomaar net een klein puntje. Aan de andere kant doe ik precies hetzelfde en dan pak ik de bovenste laag van de andere kant als gidslijn, dat ik zeker weet dat ik wel een connectie bovenop heb. Nou, als je die dan hebt gepakt, dan is het heel belangrijk dat je het andere vlak al helemaal wegsteekt zo dadelijk. Want het kan wel eens zijn als je in de salon aan het knippen bent en als je dat vlak dan niet vastzet, dat je het in je enthousiasme meeneemt. En als je dat doet, nou ja, dan kan ik je wel zeggen dat er een hele korte laag in komt en dat wil je niet. Dus het is gewoon puur voor je eigen veiligheid. Ik zoek de lengte op van mijn laag. Kijk, als ik hem niet goed kan zien, dan pak ik het echt nog een keertje op, want ik wil zeker weten dat ik de connectie krijg. Overprojecteren, helemaal naar de andere kant en dan op die manier mooi je onzichtbare gelaagdheid erin aanbrengen. Wat is nou het voordeel van deze lagen? Kijk, de bovenste zwaarte van het haar gaat eraf. Dus dat is heel handig met je krullen of met stijl haar, dat het niet zo zwaar is. Maar denk ook zeer zeker aan alle kleurtechnieken die jij erin gaat brengen. Dat is ten alle tijde mooier wanneer het haar dan heel soft gelaagd is.
Wanneer ik dan klaar ben met de voorkant, ga ik naar de kruinpartij. Dan neem ik net een plukje van de bovenkant mee om wel de connectie te maken. Diagonaal achterwaarts sluit ik dan het kruingedeelte aan, waardoor de lengte van de lagen ietsje langer blijven wanneer ik het haar naar beneden projecteer. En dat wil ik ook hebben, want ik wil echt die onzichtbare gelaagdheid erin maken. Ik trek alles naar een vaste gidslijn, dus ook de gelaagdheid daarbuiten wordt steeds langer en langer. Wat jullie nu niet goed kunnen zien, de neus zit aan de linkerkant en de kruin zit aan de achterkant. Maar ja, soms is het voor mij ook altijd wel met de camera een beetje zoeken van, ja, hoe krijg ik het nu het beste in beeld? Nou, je kan wel zien, ik zet ze nu wat hoger. En dan zie je ook heel goed dat ik het naar een vaste gidslijn ga projecteren. Dat is wel heel belangrijk om ook weer aan de achterzijde toch zoveel mogelijk die onzichtbare gelaagdheid erin te creëren. Kijk, hier zie je het, ik projecteer het echt naar het midden. Wanneer het ook bij je klant het haar te lang is, dan kan je net zo doen als mij. Dan laat je dus echt je arm zakken, zodat je het goed kan knippen. Let er wel op, wanneer je zonder spanning op je passé werkt, dat je wel de diagonale lijn wel goed waarborgt en niet dat je die kwijtraakt, want dat zou zonde zijn. Dus eerst naar boven projecteren, dan met je vingers de stand aannemen die je wil knippen, je armen laten zakken en dan met de inkniptechniek maak je dus de gelaagdheid erin. Wat jullie niet zien en wat ik wel gedaan heb, is het onderste vlak in de nekpartij heb ik vastgezet met een klem. Puur alleen weer voor mezelf om er zeker van te zijn dat ik het niet mee omhoog projecteer. Het kan namelijk ook weer zo zijn, als je lekker enthousiast in de salon bezig bent, dat je dat meeneemt en dat je daar dan ook weer de lengte afhaalt. Zie hier, vaste gidslijn, ik laat hem nog even een keer duidelijk zien. En projecteer daar alles naartoe, zodat je extra lengte creëert in de laag daarbuiten. Wanneer je klant echt wel wat zwaarder haar heeft, dan kan je dus er nog voor zorgen om iets meer lucht erin te brengen. Ik twist het haar en dan met mijn koepschaar zet ik net aan de buitenkant een paar knipjes. Ik draai hem rond en dan lijkt het net alsof ik aan dezelfde kant nog een paar knipjes erin zet met mijn koepschaar. Maar dat is niet zo, want je draait dan de staart. Dan krijg je dus een heel mooi soft effect dat je nog meer volume kan creëren in je onzichtbare lagen om daarmee luchtigheid te creëren. Nou, hier zie je dan dus het resultaat. Ik heb de ponypartij geknipt, maar die ga ik zo dadelijk ook nog droog knippen. De onzichtbare lange lagen erin, waar heel veel klanten blij van gaan worden. En ik krijg ook altijd de vraag, Natas, met welke schaar knip jij? Je kan zien, deze schaar die heeft een hoek en dat zijn de scharen van Hairquain. Het grote voordeel daarmee is dat je je schouders laag houdt. En nou ja, misschien sommigen van jullie weten het al wel, ik zit toch elke keer weer met frozen shoulders. En dan is je werkhouding heel erg belangrijk. Dus mijn knipschaar, mijn koepscharen zijn allemaal van Hairquain en die zorgen er allemaal voor dat mijn werkhouding beter wordt. Nou, dan ga ik de ponypartij droog knippen. Doe dit ook altijd bij je klant, want elke klant heeft wel een kruin of droog valt hier net even wat anders. Maar ik pak de passé op met mijn grove kant van mijn kam en daar gaat mijn schaar er rechtstandig in. Kijk, ik pak hier ook nog de bovenste laag. Ik doe mijn schaar erin en als ik mijn schaar dicht haal ik hem eruit. En zo kan ik heel mooi die ponypartij personaliseren dat die voor elke klant heel mooi valt. Let wel op, als je klant graag een ponypartij wilt, zeg dan wel na het wassen direct feunen. Want laat je hem even in de natuurlijke valling drogen, dan is het moeilijk om die creatie erin te krijgen. Kijk, ik kan best begrijpen dat zo'n filmpje soms best wel snel gaat. En als je het mij ziet doen, dan denk je, oh nou, boel, appeltje, eitje. Maar soms moet je eventjes terugkijken en dan denk je, hoe zat het ook alweer? Dus ik heb een tweetal tekeningen voor jullie met de vaktechnische tekeningen. Hoe dat ik het dus geknipt heb. Ik heb het dus eerst naar één kant geprojecteerd, de andere kant uitgeprojecteerd. Kijk, je kan altijd onderin nog één lengtelijn kan je knippen. En dan de bovenkant de ponypartij natuurlijk met de 2 graden. En dan eventueel naar wens nog die twist erin. Nou, dan haal ik hier even mijn dolhead erbij. Want dan zie je hier dus het eindresultaat. Even kijken of ik zo goed het beeld heb zo. Wat je dus ziet is dus die speelse ponypartij. En draag je het naar achteren,
is het heel leuk dat dat lokje nog net even het gezicht omlijst. Kijk, die lagen, we hebben wel een zachte laag erin, maar die loopt heel soft door naar de lengtes. Daarom heet het ook Invisible Layers. En aan de achterzijde, ja, heb je echt nog wel lengte te pakken. Maar wat ik al aangaf, wil je krulhaar knippen en daar is geen ponypartij in. Soms heb je ook hele leuke krulmodellen met pony, dan kan je hem nog zo knippen. Maar anders neem je dus de gelaagde of de lengte van je ponypartij neem je mee naar de ene kant en naar de andere kant. Dus op die manier is die dubbel inzetbaar. En nu denken jullie misschien wel, oh ja, maar wacht even, ik zie er ook al een kleur in zitten. Ja, dat klopt, want ik heb direct de kleurtechniek erin gedaan die ook nu of najaar helemaal hot wordt. En dat is namelijk de volgende, Expensive Brunette. En bij Expensive Brunette, dan zie je het al, het zijn wat diepere tinten. En de highlights, lowlights die je ziet, die zijn ook allemaal heel mooi warm van kleur. We zitten echt in het espresso, hazelnoot, karamel. Maar als je zo'n kleurtechniek gaat toepassen bij je klant, zal je altijd een stap verder moeten denken. Dat ga ik ook uitleggen in mijn filmpje. Want heb je een dame met een iets lichtere tint, ja, dan wil je dat niet met een permanente kleuring tot in de vezellaagje maar gaan kleuren. Dus dat ga ik dan ook doen met de soft shades van Kiss, met een ammoniavrije kleuring, om al een stap verder te denken dat wanneer die klant weer naar wat lichter wil, dat dat ook heel makkelijk is. Dus kijk mijn volgende video en kijk naar de nieuwste kleurtrend. De dolhead zat op een kleurhoogte 7 en de basiskleur wilde ik eerst een tint donkerder maken. En daarvoor heb ik de soft shades gebruikt, de 06E, een mooie espresso tint die goed past bij Expensive Brunette. Het grote voordeel is van de soft shades te gebruiken, is dat je in 20 minuten tijd de basiskleur helemaal veranderd kan hebben. En wanneer je klant weer een tintje lichter wil, wanneer ze de volgende keer bijvoorbeeld weer terugkomt, is het ook weer heel makkelijk om die soft shades weer uit het haar te halen. Plus vervaagt hij ook langzaam met het wassen. Waarom heb ik nou gekozen om eerst die basistint erin te zetten? Dat is zodat ik mijn highlights eroverheen kan zetten en dat ze nog de pigmenten meekrijgen die ik daaronder heb geplaatst. Wanneer ik gebruik maak van de tinten of van de kleurpigmenten eronder, hoef ik niet altijd mijn highlights te tonen. Plus kan ik ook met een hele lage waterstof kan ik werken. Nou, voordat ik de highlights ga zetten, maak ik eerst de afdeling erin. Maar net zoals bij knippen, werkt het gewoon sneller wanneer je de afdeling erin hebt. Op het achterhoofd diagonale scheidingen tot het achterhoofdsbeentje. Hoogste punt van het hoofd, 2 vlakken naar beneden. Dit is een mooie basis om te beginnen. Ik wil de passé heel grof uitmazen. Kijk, je zal natuurlijk ten alle tijde bij de klant moeten kijken. Bij heel fijn haar kan je hele sluisjes nemen. En nou ja, je kan variëren tot wat dikkere en wat fijnere highlights. Let op, gebruik je hele fijne highlights, zal die echt wel wat meer in het haar gaan verdwijnen. Je ziet mij een plankje gebruiken met tandjes en dat doe ik heel bewust. Want ik wil namelijk mijn passé touperen. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik heb vaak met wanneer ik gebruik maak van toupage dat het me in de weg zit en dat mijn folie ook niet lekker blijft zitten. Ik gebruik dus mijn plankje met tandjes en dan duw ik de toupage tegen de hoofd uit en vanuit daar kan ik heel makkelijk mijn blondering aanbrengen. Deze blondering zet ik ook licht diagonaal in, dat hij naar het achterhoofd toe een beetje donkerder uitloopt. Zoals jullie kunnen zien zit de folie heel dicht tegen de hoofdhuid en stevig. Als ik hem zo als een envelopje dichtvouw, dan blijft hij ook echt goed zitten en dan gaan ze niet wiebelen, want dat heb je ook vaak wanneer je toupage gebruikt. Mijn volgende passé gaat er recht bovenop, er zit geen haar tussen. Vervolgens doe ik hem weer grof uitmazen en ik gebruik dus de Snow White met 3% en bij de klanten gebruik ik altijd Kerabond. Normaal de Snow White meng je 1:2, maar zodra je Kerabond eraan toe gaat voegen, wordt de mengverhouding 1:1. Op de dolhead gebruik ik 3%, maar wanneer je deze techniek bij je klant gaat toepassen, zou ik echt beginnen met 1,9%, want hij hoeft immers maar een paar tintjes op te lichten. Kijk, hier doe ik het weer, ik leg mijn folie op het plankje en dan met de tandjes duw ik de toupage tegen de hoofdhuid. Nu ook weer licht diagonaal inzetten, dat het de kant naar het gezicht toe
iets hoger is dan de kant naar het achterhoofd toe, dat die mooi in het haar gaat weglopen. Ook weer mooi dichtvouwen en vouw hem ook altijd tweedubbel dicht, zodat er een schone kant zonder blondering altijd bij de hoofdhuid zit, zodat je geen kans krijgt op vlekken. Aan de andere kant doe ik precies hetzelfde. Nou, ik heb de onderste er al ingezet, dat zien jullie, want het is een herhaling van de andere kant. Ook weer 2 keer, 3 keer toperen, naar gelang dat het nodig is, en dan met het plankje weer wegduwen. Een ander groot voordeel vind ik wanneer je met een plankje werkt, is dat je heel schoon en secuur werkt en dat je de blondering die iets dieper kan induwen, omdat je namelijk een harde ondergrond hebt om iets meer verheldering te krijgen. Maar net wat ik zeg, bij deze techniek gebruik bij je klant 1,9% om die verheldering, die lichte verheldering in het haar te creëren. Maar ja, jullie weten allemaal, het haar van een dolhet, dat is van een beest. Dat is een jak, geloof ik dat die heet. En dat is wat moeilijker op te lichten, vandaar dat ik 3% pak. Nou, de twee zijkanten aan de achterkant zit erin en dan ga ik naar de voorzijde. Bij de voorzijde kies ik ervoor om de passé naar voren te kammen. Dan vervolgens de passé aan de achterzijde, ja, zeg maar bovenop hier, uit te mazen. Zodat het donkere gedeelte nog in het gezicht blijft hangen. Zou ik de passé naar achteren trekken en dan uitmazen en dan mijn kleur inzetten, krijg je meer verheldering aan het gezicht. Maar ik wilde nu een beetje de diepte wilde ik in het gezicht bewaren. Maar die keuze is natuurlijk ten alle tijde aan jezelf. Dat zal je dan ook met je klant moeten bespreken. Of je juist wat meer verheldering in het gezicht wil of juist wat meer dieper. Bij Expensive Brunette vind ik juist die diepte in het gezicht vind ik wat mooier. Vandaar dat ik nu deze keuze maak. Ik toupeer deze passé niet. Ik maas hem uit. En deze passés komen ook iets dichter aan de aanzet dat ze worden ingezet. Let ook goed op hoe dat ik mijn folie dichtklap. Het zijn echt envelopjes. Ik zie nog wel eens gebeuren wanneer ik trainingen geef dat de folie maar 1 keer wordt dichtgevouwen, dat de zijkanten niet dicht worden gevouwen. En ja, dan krijg ik wel eens de vraag van, goh, mijn folie gaat zo glijden. Ik kan je verzekeren, wanneer je je folie op deze manier plaatst, gaat die niet glijden. Nou, de volgende passé komt daar weer bovenop. Je ziet mij echt wel een beetje grof verwerken, want die dol heeft best wel behoorlijk wat haar. En zou ik te fijn werken, ja, dan wordt het eindresultaat heel sumier en ik wil het wel dat je het goed kan zien. Doordat ik wat grovere passés pak, is het niet erg omdat ik gebruik maak van dat plankje, wat ik net ook al zei. Doordat ik gebruik maak van het plankje, kan ik mijn blondering er dieper indrukken. Nou, nu hoef ik niet diagonaal te werken met mijn blondering. Die gaat nu helemaal recht tegen het plankje, tegen de tandjes aan. Maar door mijn toupage zal die toch in het haar heel mooi gaan wegblenden. Wanneer ik dan het achterhoofd heb gedaan en de contourlijn aan de voorkant, ga ik dus de 2 vlakken met elkaar verbinden die nog over zijn. En dat is het bovenste vlak en het gedeelte op de kruin. Ik ga het nou zo dadelijk ook loskammen, dan kan je het ook goed zien. Eerst maak ik mooi mijn envelopje. En dan vanuit hier, kijk, dat kan je ook zien. Ik heb een kruingedeelte en ik heb een voorste gedeelte. En daarin ga ik dus 1 folie zetten. Zie je dat? Het voorste en het achterste. Dan neem ik een horizontale scheiding, zodat ik die 2 vlakken op die manier met elkaar kan verbinden. En dan heb je een klein driehoekje met natuurhaar, althans met donker haar, hou je over. Ik laat nu ook wat haar ertussen vallen. En dan kan je ook zien weer het grove uitmazen. Maar wat ik dan zo dadelijk wel ga doen met mijn blondeer, is ook weer diagonaal inzetten, zodat hij bij het achterhoofd wat donkerder wegloopt. Ik wil echt dat die kleur aan de achterkant van het hoofd vooral door het haar heen waait, zodat wanneer ze haar haar mooi beweegt, dat je niet echt highlights echt bovenop de kruin ziet zitten. Kijk, dan zet ik hem ook weer diagonaal in. En dan weet ik zeker, wanneer de toupage eruit wordt gekamd, hè, want dan blendt hij nog mooier, dat hij wat donkerder wegloopt aan de achterkant. Wanneer ik dan zo dadelijk mijn volgende passé ga oppakken, dan laat ik er een passé donker haar laat ik er tussen, zodat ik nog iets meer die blending krijg. Kijk,
Ik geef jullie altijd een inspiratie aan, maar vervolgens kan je je techniek altijd eigen maken bij je eigen klant. Kijk, je kan er altijd voor kiezen om nog een extra folie ertussen te zetten, of dat je juist wat meer ruimte ertussen laat, of dat je uit in plaats van uitmaast, dat je hele slices neemt. Je moet aan alle tijden kijken van ja, wat wil ik voor eindresultaat en wat voor haar heb ik te maken? Kijk, heb ik dus een klant met wat fijner haar, ja, dat gaf ik er net ook al aan, dan zal ik toch wel wat makkelijker met hele slices gaan werken, dat je iets meer zichtbaar bent, maar dan zal ik ook niet te grove passés opnemen, omdat ik uiteindelijk dan toch meer haar in mijn folie heb om te blonderen. Nou, vervolgens komt deze ook weer met die passé haar ertussen erbovenop, een horizontale scheiding en dan ook weer diagonaal inzetten, dat die op de kruin ook weer zacht wegvloeit. Ik gebruik de soft shades om het haar donker te kleuren heel bewust. Om de volgende reden. Kijk, soft shades is ook weer makkelijk te verwijderen uit het haar. Wanneer ik ga werken met een permanente kleuring, wordt dat toch wel weer veel lastiger. En zullen ook mijn highlights heel erg warm blijven door het onderliggend pigment. En met de soft shades hoef je niet altijd voor te pigmenteren. Omdat bijvoorbeeld de 06E of de 05E al genoeg warmte van zichzelf bevatten om het haar mooi in te kleuren. Dus hou er altijd rekening mee wanneer je klant donkerder gaat kleuren, welk product dat je kiest, denk altijd een stap verder. Oké, dan kom ik bij de bovenkant van het hoofd. Dat is ook weer zoiets dat je dan zelf de keuze kan maken van oké, ik wil de bovenkant wat donkerder laten bij mijn klant, dat echt mijn kleur eronder uitkomt, of dat je nog net wat verheldering aan de bovenkant aanbrengt. Nou, ik kies ervoor om bovenop toch nog wel net een klein beetje verheldering te hebben, omdat ik dat ook in de ponypartij wil en dat ik hem dan mooi laat doorlopen. Ik kijk goed naar de valling van het haar en ik weet dat het dan dit gedeelte niet over de kruin gaat vallen. Dus dan kan ik deze passé zonder uitmazen, daar kies ik nu ook voor om net iets dichter aan de aanzet die verheldering bovenop te geven. Maar hou er dus rekening mee wat je klant wilt, geef advies en bespreek het ook gewoon samen. Maar ik kies er dus nu voor om aan beide kanten net de toplaag, net even ook wel een klein beetje verheldering mee te geven. Wanneer ik dit dan aan beide kanten heb gedaan, dan rest mij nog de ponypartij. Kijk, dan moet je ook altijd goed kijken naar de valling waar dat je je highlights plaatst. Stel je voor dat ik dat heel dicht aan de contourrand zou doen, dan zie je uiteindelijk, als zij de pony feunt, niet die highlights. Dus ik doe echt in de bovenste toplaag, breng ik net eventjes wat helderheid, breng ik aan. Heel fijn passeetje, ook wat fijner uitmazen en die zet ik dan zonder toupage in. Is ook erg lastig, een hele korte lengte zo, maar die mag ook echt wel tot aan de aanzet mag die ingezet worden. Degenen die wat vaker van mijn training hebben gekeken, die horen mij ook vaak zeggen dat je onze blondering, de Snow White, ook op vochtig haar kan gebruiken. Zoals jullie nu kunnen zien, ben ik dus op droog haar bezig. En dat doe ik om de volgende reden, omdat ik wil touperen. En ik vind touperen op vochtig haar, dat gaat gewoon niet lekker. Dus ik heb snel even het haar aangedroogd, omdat ik weet dat ik met die toupage ga werken. Het kissplankje staat in onze kiss-app. Als jullie kiss willen bestellen, dan kan dat via onze kiss-app. En dan kan je ook het plankje vinden en dan via de app kan je hem ook op die manier bestellen. Ik kies er nu voor om twee kleine folietjes te plaatsen in de ponypartij. En zoals je al mij met mijn vinger zag wegvegen, als je een beetje te veel blondeer gebruikt, haal het weg. Kijk, ik werk nou zonder handschoenen. Ik weet dat het beter is met. Maar veeg het dan eventjes weg dat je niet te veel blondering aan de hoofduit hebt. Dit alles bij elkaar is toch een snelle techniek. Want de soft shades duurt 20 minuten, dan vervolgens plaats ik 16 folies, die heb ik ook 20 minuten laten zitten, uitgespoeld en dan heb ik dus een heel mooi expensive brunette eindresultaat. Nou, zoals jullie konden zien, een hele mooie, snelle kleurtechniek voor bij je in de salon met een aantal folies. Nou, hier nog een paar voorbeelden van dat expensive brunette. Dat je er alle kanten mee uit kan met de hoeveelheid van de lokjes, de diepte van je lokjes, de diepte van je aanzetkleur. Dus heel mooi voor het najaar 2024. Nou, dan hier ook de vaktechnische tekening. Want als je dit webinar terugkijkt
En je wil dit dus bij je klanten in de salon gaan doen, dan kan je heel makkelijk op stop zetten of je maakt even een foto van het scherm waar je op zit te kijken. Hier heb ik dus hem ook helemaal uitgetekend. Kijk, dit is dus de afdeling, die roze lijn. Die stippeltjeslijn is dan je grof uitmazen. En dat bruine, ja, ik was even nieuw dat ik het anders moet doen, dat is je toupage. En dan kan je precies zien daar waar dat je moet touperen, daar waar je met toupage inzetten of zonder toupage, diagonaal inzetten. Dus op die manier kan je dan heel snel op je tekeningetje kijken als je deze kleurtechniek wilt toepassen bij je klant in de salon. Dan gaan we door naar de volgende. En dit is ook een trend waar ik het in mijn vorig webinar over gehad heb. Die jongens die gaan hun haren krullen. Nou, in het vorig webinar was het nog vanuit de kruin naar voren. Maar de trend nu is dat er ook een lengte in de nek bij komt. Dus dat zie je ook bij het eerste fotootje. Hier is hij dan wat minder. De ene heeft hem wat sterker als de andere. Maar die nekpartij is dan ook mee ingezet in je permanent wikkels. En weet je wat het grappige is? Althans, het grappige, ja, ik vind het wel grappig. Ik krijg steeds meer jongeren gestuurd door hun eigen barber naar mijn kapsalon om het haar te laten permanenten. Waarom? Ja, die barbers die beheersen die techniek niet, die kunnen niet permanenten. Dus die sturen dan hun klanten bij mij uit de regio, sturen ze naar mij. Dus, nou ja, ik ben dus goed met de jonge heren bezig met permanenten, ook bij de dames. Maar ja, dit vind ik eigenlijk wel een typisch voorbeeld. Dus ga ook in deze trend, ga erin mee. Het is zo zonde om het links te laten liggen, dat je zegt van, oh joh, ik permanent niet. Je kan haast niet. Ja, je kan haast niet zonder, zeg maar. Of je moet het haast wel doen, want het is echt een stevige trend onder de jongens. Ik laat nu ook nog een filmpje zien van hoe dan we ook de heren in model brengen met onze nieuwe KISS-producten, met de KISS Curls. Maar er zit ook een permanent onder en hij is ook volgens de laatste trend is hij dus geknipt. Dus kijk even naar de volgende video. Bij Tijmen is zijn haar permanent en zoals je kan zien, als je er niks aan doet, krijg je echt pluizenkrullen. We kiezen er dan ook voor om het leave-in mask erin te laten zitten voordat we de stylingsproducten gaan aanbrengen. Nou, goed in het haar verdelen, niet te veel gebruiken, een kleine hoeveelheid is genoeg. Vanuit daar gaan we een cocktail maken van de twister met de defrizz cream. Kijk, die twister die geeft echt die mooie bundel aan het haar, die is ook echt wel wat krachtiger. En de defrizz cream die zorgt ervoor dat het niet gaat pluizen. Wat ik dus ook al aangaf, neem ook echt die klant mee aan de hand hoe dat ze het haar in model moeten brengen. Kijk, links en rechts doet Anne-Sophie het haar nog wat extra twisten. En vervolgens gaat het met de diffuser, gaat ze het gewoon voorzichtig drogen. Want je wil natuurlijk ten alle tijde dat die bundel van het haar bij elkaar blijft. Dus langzaam zachtjes kneden met de handen, de diffuser erop en dan vervolgens gewoon lekker die krul in zijn bounce laten. Dan als laatste nog een klein beetje de defrizz cream met de Glam Shine om nog een beetje meer glans mee te geven. Nou, gewoon wat kneden en dan heb je dus echt gewoon die moderne coupe te pakken die de heren op dit moment willen. Dus echt van boven krul, wat naar voren valt en in de nekpartij. Elke keer als ik dit tekening zie, dan moet ik zo lachen over die foto. Dat baardje. Maar oké. Wat heel erg belangrijk is, wanneer je dus daadwerkelijk die jongen in je kappenstoel krijgt, wanneer je die dus gaat permanenten, is dat je ze echt uitlegt hoe dat ze het namelijk in model gaan brengen. Want die jongens die weten het niet zo goed. Ja, trouwens, soms ook nog wel. Maar die moet je echt aan de hand nemen. Niet dat ze de krullen uit gaan borstelen en dat ze met zo'n poefhoofd lopen. Maar ik heb dus, was trouwens mijn zoon op het filmpje, want sommigen die ze vragen wel eens van hoe ziet je zoon er dan uit? Nou ja, dat was dus mijn zoon op het filmpje. Maar als je dus bij je heer gaat permanenten, let dan op dat je het kruingedeelte steensgewijs naar voren indraait. En dan vervolgens de achterkant steensgewijs achterwaarts. En dan die vlakken hier aan de zijkant, die laat je eruit, want die knip je namelijk korter. Dus ook de wikkeldikte niet te fijn. Let wel op van wat voor structuur haar heb je, waar heb je mee te maken. Maar ja, net zoals vorig webinar,
permanente kunnen we nog steeds niet wegdenken in de salon. Haal ik deze nog even heel kort aan, want de EcoWave, dat is echt de vloeistof waarmee je die losse, bouncy krul geeft. En je wil dus niet dat hele straffe, sterke krul wil je hebben. En het mooie is van de EcoWave, als je dus gehighlight haar hebt, ook bij de dames, stappenplan de ronde van Kiss, stap 1, 2 en 3, uitspoelen, permanente, de EcoWave gebruiken en afsluiten met stap 4 en met stap 5. En vroeger was het natuurlijk zo, of je deed verven of je deed permanente, maar beide ging niet. Met deze vloeistof, geloof mij, kan je het echt heel mooi doen. Hoef je niet bang te zijn voor verbrand haar. Nou, dit was dan nog het blokje met de herentrends. Maar dan gaan we nog naar een laatste trend. En dat is festival hair. Nou, het is al natuurlijk een uitloop van festivals nu najaar 2024. Maar we hebben altijd nog wel dat ze een keer een feestje hebben. Of dat je iets leuks doen wil met het haar. En nou ja, hè, als we denken, nou, ik hou het even op festival hair, maar als we denken daaraan, dan denk je aan funny colors, super mooi als op de foto. We denken aan updo's, nou ja, aan vlechten, extensions, accessoires. Maar er zijn bij mij in de salon weinig klanten die deze prachtige kleur dragen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn vriendinnetje Ingeborg, haar klanten hebben veel met deze kleuren. Maar mijn klanten willen ook wel eens iets geks, maar iets tijdelijks. Niet te snel. Nou, dan ga ik het volgende aan jullie laten zien. Ik haal er even mijn spulletjes bij. Die had ik namelijk al klaarstaan. Dan doe ik even de volgende slide, want die is dan wit en dan kunnen jullie het goed zien. Beetje hoger zetten. Huppla, pak ik even deze erbij. Zo. Want de kleur die we hierin zien, dat is dus cowboy copper. Wacht even, ik moet het even allemaal goed wegzetten. Hup, zo, dat ik alles in beeld heb. Oké, maar de kleur die we hier zien is cowboy copper. In mijn vorig webinar heb ik het daar nog over gehad. Maar de cowboy copper zien we ook nog steeds. Hè? We hebben nog steeds die mooie, zachte, kopertinten met de verschillende tinten erin. Zien we ook nog steeds. Maar als ik nou praat over festivalhaar, dan wil je toch altijd wel net eventjes iets wat gekker in het haar. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben een vissengraatvlechtje gedaan, maar een beetje rommelig uitgewerkt. Niet te netjes, het mag allemaal net wel even wat grover uitgewerkt zijn. En vervolgens heb ik het haar met een krultang gedaan. Oké, maar als je naar dit krulstructuur kijkt, ja, die is fantastisch. Fantastisch leuk. Dat kan je natuurlijk ook gewoon dadelijk bij je klant maken. En kennen jullie deze krultang? Dat is zo'n krultang die dus dat golfje erin maakt. En ik heb dus nu gekozen van Babyliss Pro. En het is een wat fijnere, niet te grof, want ik wil echt wel dat krulstructuur wil ik erin maken. En dan kan je dus in een handomdraai, kan je zo die krulstructuur in het haar maken. Nou, ik ga het zo voordoen, maar deze die staat ook in onze Kiss-app. Net zoals het plankje wat ik heb gebruikt in mijn kleurtechniek, staat deze ook in de Kiss-app. Die kan je dan bestellen. En als ik het goed heb, is die volgens mij €80 ex-BTW. En dan staat die bij de winkelartikelen. Dus wil je deze hebben, ga dan naar onze Kiss-app. Oké, maar ik zei al, die klant van mij wil ook wel eens een keer wat gekkigheid, maar niet voor lange duur. Dus wat doe ik dan? Nou, ik haal een gedeelte haal ik van het haar weg, want ik wil dat de rest van het haar een beetje eroverheen gaat vallen. Daar. Nou, dat zet ik dan ook vast. En wat je dan met je klant kan doen, ja, je kan het zo gek mogelijk maken. Kijk, dan koop je van die wefts, daar zitten dan klemmetjes aan. En nou ja, dan kan je op maat gemaakt voor de klant zo'n hairweft kan je gaan kleuren. Nou, en dan krijg je dus al een compleet ander structuur in het haar wanneer je dus dat gaat aanbrengen in het haar. Dus met de klemmetjes, ik sta voor beeld, even aan deze kant. Hup. Zo. Nou, en die wil ik dus nou ook in die krulstructuur wil ik die gaan krijgen.
Dus ik pak een passé op. Nou, en dan zul je zien hoe makkelijk dat dit gaat. Ik heb dan die twee kleine krultangetjes, zeg maar, heb ik onder. Nou, en dan zet ik hem erop. Laat ik even de hitte zijn werk doen. Je hoeft helemaal niet veel druk uit te oefenen. Kijk, en dan zie je dus die krulstructuur. Zie je dus in het haar komen. Kijk, en dan misschien de sommigen van ons, die kennen nog wel die wafeltjesstang. Ken je die nog? Met die hele kleine wafeltjes. Waar je wel eens het gele haar mee deed. Of dat je aan de aanzet juist wat meer volume wilde creëren. Dat was echt heel straf en heel stevig. Dat is dit niet. Kijk, hij zit er nou best wel wat steviger in. Maar dan laten we hem afkoelen. En dan zomaar licht met je vingers er doorheen gaan. Kijk, ik hoef ook echt niet veel moeite te doen. Ik hoef ook niet eraan te trekken. Kijk, maar dan zie je al het verschil. Nu heb je echt dat wafeltjes, of althans wafeltjes, het krulstructuur heb je erin. Dus we doen de volgende. Licht dicht drukken. Nou, en deze kan je dus ook op verschillende standen van hitte zetten. Niet altijd gelijk voor die 240 graden gaan. Kan soms ook best wel wat minder. Kijk, en als ik dit in het natuurhaar doe, dan vind ik bijvoorbeeld de Kera spray van Kiss. Dat is echt zo'n working spray. Ja, die is heerlijk om daaronder te doen. Dan geeft hij net even wat meer stevigheid mee. Kijk, dat is bij zo'n extension, heel eerlijk, is dat niet nodig. Maar voor het natuurhaar kan je dat dus wel doen. Kijk, en dan behouden ze deze structuur totdat ze het weer wassen. Dus dan hoef je niet per se te permanente of met zo'n krultang helemaal door het haar te gaan. Dit is net even weer een ander gevoel dan dat je normaal hebt. Ik zal een klein beetje draaien. Dus gewoon zachtjes drukken. Even de hitte zijn werk laten doen. Dan zoek je hem op waar je gebleven bent. Dus denk je nou, oh leuk, zo'n krultang wil ik ook in de salon hebben. Let er dan wel op dat die rondjes, zeg maar, die ronde stangetjes niet te dik zijn. Want dit is wel de trend dat je hem net eventjes wat steviger in het haar hebt. Nou, ik doe nog een paar passés. Kijk, en nu is deze gewoon met een palet van allerlei kleurtjes gemaakt. Maar ja, net wat ik zeg, je kan daar zo creatief mogelijk in zijn. Hè? Zou je met één kleur doen en dan bijvoorbeeld aqua groen of zo? Ja, dat kan natuurlijk allemaal. Oké, hij is een beetje afgekoeld. Kijk, het enige wat ik nou doe, ik hou hem een beetje tegen met mijn hand, dat ik hem er niet uittrek. Kijk, dan trek ik hem licht, trek ik hem uit elkaar. En als ik dan de rest eroverheen laat vallen, kijk eens hoe leuk. Nou, dan heb je toch een compleet andere look in de handomdraai. En die klant kan dat thuis zelf ook doen. Nou, wat dan ook leuk is, want ik zei het al, die haaraccessoires. Dat je net even wat van die clipjes hebt. Die je over de elastiekjes kan zetten. Ja, dat je met een vlechtje werkt, dat je met kleurtjes werkt. Kijk, en dan kan je het altijd vertalen naar je klant. Ja, wat zij op dat moment met haar haar wilt. Altijd als ik een webinar heb gegeven of als ik op YouTube een film plaats, dan krijg ik altijd de vraag, Natas, waar kunnen wij trainingen echt live volgen? Dus niet het webinar, maar daadwerkelijk naar de studio komen. Nou, als je dan naar Kiss Haircare gaat en je gaat naar het cursusaanbod, dan zie je daar dus alle cursussen staan waar je eigenlijk kan op inschrijven. Maar we zijn een hele mooie samenwerking aangegaan met de Haircademy. En nou ja, hier zie je dus alle trainingen die hun verzorgen. Als je dus naar de Kiss website gaat of naar hun eigen website van de Haircademy, dan zie je dus precies waar dat die trainingen worden gegeven, de data. En nou ja, wat ik al zei van het prijzenpakket. Kijk, Suzanne Sleges is dus de eigenaresse van de Haircademy en van de Hairqueen. Zij geeft dus één van die trainingen, geeft zij dus weg.
En zij geeft natuurlijk ook die hele mooie herkreenschaar weg, die ik daarnet, waar ik mee knipte in het filmpje en die ik in het begin liet zien. Dus dat zijn natuurlijk die twee hele mooie prijzen die we weggeven. Maar vergeet dan ook niet dat KIS introductieset, de waarde van €363,50. En wat ik er ook nog bij wil zeggen, die wordt in september, is de aanbieding €250 voor dat introductiepakket. Dus hou het allemaal even in de gaten. Ik hoop dat jullie ontzettend genoten hebben van dit webinar. Dat jullie goed hebben opgelet, want jullie gaan natuurlijk een aantal vragen invullen die jullie dan in de link krijgen, die jullie dan terug op moeten sturen. Vanuit daar gaan we dus die drie winnaars trekken en dan 4 september word je persoonlijk door KIS benaderd dat je dus die prijs opgestuurd krijgt of dat je naar die hele mooie training mag van Hair Academy. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben, dat jullie geïnspireerd zijn en ik zie jullie gauw weer volgende keer. Dikke kis!